dagen in september en een plein. Een stille mensenmassa wacht, wat mag dat zijn? Is dit de uitdeling van gratis heroïne? Ofwel de kaartverkoop voor Herman Brood? Gaat de BBK weer in de contramine? Of is er soms iemand dood? Oh nee, 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 niets van dat alles, maar wat dan? Vandaag geschiet de proclamatie van het item, het nieuwe item. De zon komt op, ik zie nu beter wie hier zijn. Daar is Henk Hofland en Renate Rubinstein. En daar verdringen zich op één vierkante meter een aantal heren, wacht eens even, volgens mij. Victor Baarn en Piet Grijs, ja, en Jan Eten. En ook Batte staat erbij. En daar die kleine met zijn hoerenloperskop. Ze staan gezamenlijk te wachten op het item, het nieuwe item. Iedereen gist, wat wordt het item deze keer? De NATO-Bachwan, de islam, of wordt het weer? Van Loe de Jongen hoogst onthullende sensatie. Als Duitsland is behoorlijk fout geweest. Of heeft prins Bernhard een ontuchtige relatie met een uiterst zeldzaam beest? Een nieuwe rage, een schandaal, soms een pamflet. Maar stil, daar is de itembrenger met het item, het nieuwe item. De itembrenger knikt, de itembrenger buigt, de itembrenger spreekt, de mensenmassa juicht. De itembrenger buigt weer en verlaat de dakterras en iedereen gaat huiswaarts met het item in zijn tas. En de dagbladen zijn als gewoonlijk het eerst. Voor zijn doen is Jan Blokker nog uiterst beheerst. Maar Henk Spaan is Henk Spaan en al minder verfijnd. Dus hij laat van het item geen Spaan overeind. Volgens Strijvel vindt Rusland het item een ramp. Zit het item al minstens een jaar in een kamp. Gerrit Conrij op zijn beurt staat iets wat apart. Het zijn allemaal ratten, schrijft Maarten het hard. Uit de weekblad edities van Volkskrant, Parool, NRC en AD blijkt het item maakt school. KL Pol meent het item mist iedere grond. Maar Jan Mulder schrijft rustig, het item is rond. Volgens Samuel Montags befaamde gedram maakt het item een puinhoop van half Amsterdam. Dat gaat Kousbroek te ver, Montags ziet het te zwart. Het zijn allemaal ratten, schrijft Maarten het hard. En de weekbladen spitten de zaak verder uit. In VN geeft Jan Eter een gloednieuw geluid. Tot verbazing van Battes, tot wanhoop van Grijs. Ook Brand Corstius zelf zegt geen spoor van bewijs. Ach, Bijkaart behandelt het Franse ontbijt. Maar dat doet niet ter zake, dat doet hij altijd. Oh, wat zijn het toch ratten, schrijft Maarten het hart. En Henk Hofland roept uit, hoe maakt Maarten dat hard? In het vrouwelijk kamp ligt de spanning ten top. Na een stuk van Tamar leidt het item weer op. Joke Smit in opzij snoert Renate de mond. Dan strooit Emmy van overeen zout in de wond. Anja Meulen belt Hekert Andreas Vernier. Het is duidelijk roeien met riemen papier. Daar is Hedy Dancona, de zaak wordt verward. Het zijn schatten van ratten, schrijft Maarten het hart. Maar opeens is het uit, maar opeens is het stil. Er is nergens een pen die het item nog wil. Nog een stukje in Trouw, nog een brief in Opzij. Wat gaat Ruttel in Rits en dan is het voorbij. Het is dood als een pier en het item verdwijnt. Er is kans dat het ooit in een bundel verschijnt. Isha Meijer zwegt stil, Boebi Brugsma verstart. Ik ga terug naar mijn ratten, schrijft Maarten het hart. Een kille morgen in oktober en een plein. Hetzelfde plein met zijn kiosk en zijn fontein. Het is één maand later, maar het zijn dezelfde namen. Dezelfde groep, ik weet wat ze hier doen. Ze kwamen allemaal als bedelaars weer samen voor hun maandelijks rantsoen. Niemand zegt iets en de uren glijden voort. Ze wachten op dat ene hoge woord, het item, het
het nieuwe item. Hun ogen smeken, help ons uit de nood. Hun bleke lippen prevelen gebeden. Toe geef ons toch ons dagelijkse brood. Tot in de eeuwigheid der eeuwigheden.